Meneer Groot, het kantoor van KPMG langs de A9 staat leeg al een paar jaar. Waarom is dat vervelend voor Amstelveen? Nou, wij vinden dat het een leegstaand gebouw überhaupt niet goed is voor de stad. Het is onbenutte capaciteit van de gebouwen, zonde, niet goed. Dus we willen heel graag kantoorpanden opvullen. Ook veel beter voor het vestigingsklimaat van Amstelveen. En we trekken daarmee ook weer werkgelegenheid aan, doordat er nieuwe mensen, nieuwe gebruikers weer in de panden komen. Heeft Amstelveen verder nog directe schade doordat het gebouw leeg staat? Directe schade is minder OCB-opbrengsten. Dat is de directe schade, zou je kunnen zeggen. Daarnaast niet goed voor het vestigingsklimaat. En panden die lang leeg staan, gaan op een gegeven moment verpauperen. Dat is nog niet aan de hand bij het KPMG-gebouw. Maar kan wel gebeuren op het moment dat het langdurig is. En dat is niet goed voor de hele buurt, voor de hele wijk. Dus daarom is het van groot belang om panden op te vullen. In deze is de gemeente machteloos. De eigenaar wil niks met het gebouw doen de komende jaren. Heeft u mogelijkheden? Nou ja, we hebben inderdaad geen mogelijkheden in de zin van eigendomsrechten. De eigenaar van het pand is eigenaar van het pand. Dat zijn niet wij, niet de overheid. Dus we hebben geen directe mogelijkheden. Maar we hebben wel heel vaak deze partij op aangesproken. Ik vind van het groot belang dat deze partij ook zijn verantwoordelijkheid neemt. En probeert in ieder geval het pand weer te gaan opvullen. Zijn ze daarvan onder de indruk? Nou ja, ik vind het onvoldoende. Onvoldoende. Ik vind dat zij ook meer moeten bewegen om het pand te vullen. We hebben nu weer een uitnodiging gedaan om met hen te praten. Misschien weet je het met een Duitse eigenaar. Dus we hebben naar de Duitse partij ook een uitnodiging uitgestuurd. Een pittige brief gestuurd. We hebben de gemeenteraad ook uitgebreid geïnformeerd. Ik vind wel dat het nu ook tijd is om echt te gaan bewegen. Een paar keer is het bijna gelukt om een andere gebruiker erin te laten komen. En het moet nu toch snel gaan gebeuren. Want hoe langer het leeg staat, hoe slechter het is.